Het stop-start systeem verlaagt het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door de motor zo snel mogelijk in stand-by te zetten. Uiteraard blijft de uitrusting van de auto, zoals de radio of de GPS, gewoon werken terwijl uw voertuig in stand-by staat. De mechanische en elektronische onderdelen van de auto zijn aangepast voor gebruik van het stop- en startsysteem. Als u bijvoorbeeld stopt voor een verkeerslicht of in een file, wordt de motor automatisch in stand-by gezet. Er verschijnt dan een controlelampje op het instrumentenpaneel om u te informeren dat de motor in stand-by staat. Het koppelingspedaal moet zijn losgelaten, zodat de motor stand-by wordt gezet. Als controlelampje A knippert op het instrumentenpaneel, hebt u de koppeling niet ver genoeg losgelaten om de motor stand-by te zetten. De motor start weer zodra u de koppeling intrapt en een versnelling inschakelt. In bepaalde gevallen, met name op kruisingen, kunt u de motor laten lopen om eerder weg te komen. Hiertoe houdt u het koppelingspedaal ingetrapt. Voor uw comfort wordt de motor onder bepaalde omstandigheden niet in stand-by gezet. Bijvoorbeeld tijdens een manoeuvre. Als de temperatuur van de motor te laag of te hoog is. Als de accu niet voldoende is opgeladen. Als de binnentemperatuur niet wordt bereikt of op een steile helling. In andere situaties, bijvoorbeeld als de motor in stand-by staat bij een stoplicht, kan de motor automatisch worden gestart om de airconditioning te regelen of de accu op te laden. Er verschijnt een doorgestreept controlelampje A op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen dat de motor niet in stand-by kan worden gezet. Om de functie uit te schakelen, drukt u hierop. Het bericht stop en start uitgeschakeld en het controlelampje verschijnen op het instrumentenpaneel. Door hier nogmaals op te drukken, wordt het systeem weer geactiveerd. Aan het einde van een rit moet u niet vergeten om de motor handmatig uit te zetten. Als u dat niet doet, wordt mogelijk de motor automatisch opnieuw gestart wanneer het portier wordt geopend of wanneer de autogordel van de bestuurder wordt losgemaakt. Onthoud ook dat bij elk gebruik van de auto het stop- en startsysteem automatisch opnieuw wordt geactiveerd.